Welkom bij de 9e Tulprally aan tafel. De 9e alweer, Kees. Ja, het is ongelooflijk. Overigens 2 jaar geleden zijn we begonnen met de Tulprally aan tafel. Kijk, ja. Houd het allemaal bij. Bedankt. We zijn in Reewijk, iFortalent, de organisatie van de Tulprally aan tafel. Marjon, Kees, welkom. Danielle, ja. Kleiheeg. Ja. Wat een geweldige omgeving dit. Mooi, hè? Ik wil hier werken. Aan de kant. Ja? Moet je even solliciteren. Doe je wat. Maar dat komt gelukkig heel vaak voor. Dat mensen echt langs fietsen ook en hier naar binnen komen en zeggen ik wil hier werken. Het lijkt me een reclamebureau. Ja, dat zou ook inderdaad kunnen, maar dat is wel bewust. Ik vind het zelf heel erg leuk. Ik heb het ook zelf gedaan. Maar ik heb het ook bewust wel gedaan om toch net wat anders te zijn dan de gemiddelde. Ja, maar jullie doen hier iets anders. Wat doen jullie hier? Nou, wij detacheren financiële mensen, data mensen en IT mensen. Gestart echt met finance mensen. Die zijn over het algemeen, zeggen ze, blauwe mensen, een beetje saai, een beetje surf. Dat is altijd het. Ik ben zelf ook een financial van. Niet saai en surf. Daarom, dus ik dacht, dan kan het ook anders. Dus om die reden ben ik ook echt wel begonnen en gezegd van, dat kan ook op een andere manier. Dat vinden mensen soms een beetje raar, maar ik doe het al bijna 18 jaar en we zijn succesvol. Dus, Leuk, gaaf. Als je kijkt en nou denkt, waarom staat er een MG op tafel? Koen Bendis, mag ze er aanschuiven? Ja. Kees, Marjon, waar staan we? Wat gaan we aan doen? Ja, we zijn in Reewijk, maar waar staan we qua Tulprally? Nou, het gaat goed. We staan er heel goed voor. We hebben een schitterend startveld eigenlijk al aan aanmeldingen. Eigenlijk alle voorbereidingen lopen op rolletjes. Ja, wat eventjes voor de duidelijkheid. We gaan starten, hè? Het komend jaar. We zitten nu nog in kerstsfeer. Wanneer ook weer? Ja, we starten op 7 mei in Fiji. Kijk, heel goed. Maar wat is er gebeurd de afgelopen weken? Wat hebben jullie gedaan? Jij bent weg geweest, hè? Ja, klopt. In 2 verschillende etappes. We hebben een stuk van de route al gecontroleerd. Mm-hmm. Dat zijn al niet de kleine details van alle grappen, maar meer de grote lijnen. Hoe is het gebied? Hoe voelt het om daar te rijden? De locaties? Klopt dat met het gevoel wat de Tulprally moet gaan zijn? Dus ik ben met Kees een paar dagen het eerste deel van de route gaan controleren en met Frank het tweede deel. Wat houdt dat in, dat controleren? Wij krijgen dan van de uitzetters naar het wel een routeboek. De heer Berkhoff? Zeker. Ja. Daar staat op hoofdlijnen, het grootste deel van de route staat daarin. Dat controleren we dan. We kijken naar de tijdschema's, we kijken naar de stops, de TC's. Waar komt de koffie te staan? Met de lunch gaan we nu ook dit jaar een spannend nieuwe fase in. Ja, kijk maar. Het heeft te maken met ook een van de thema's die vandaag nog besproken wordt. We kijken naar de balans in de rally. Mm-hmm. We kijken naar of de rally alle 6e dagen even goed is. En natuurlijk kijken we kijken naar alles, naar de route, naar de beleving van de deelnemer. Ja. Daar gaat het heel erg over. Totale pakket. Ja, want uiteindelijk wil je al die mensen die dat Tulprally virus hebben, die wil je bedienen natuurlijk. Ja, maar gaan wij het straks ook nog eventjes over hebben. En dan alle deelnemers, hè, van veterans tot en met expertklasse. Dus voor elke deelnemer moet die beleving in balans zijn en een heel erg mooi avontuur zijn. Ja, want de droom van iedereen die meedoet is misschien ooit winnen. Maar er zijn ook een heleboel mensen die willen helemaal niet winnen. Hè? Die willen er gewoon zijn. Ja. Ja. Die willen meedoen. Wat is dat? Waarom? Ja. Ik bedoel, als er iemand historie heeft met de Tulprally, dan ben jij het, hè? Ja, dat klopt. Noem het het Tulprally virus. Zelf ben ik begonnen in 2000. Mijn vader die vroeg toen of ik mee wilde. En toen ik dat eerste jaar meereed, dan word je meteen bevangen daardoor. En daarna wilde ik alle jaren natuurlijk mee. En mijn vader, die is ook heel fanatiek Tulprally rijder geweest al vanaf 95. Maar die heeft het eigenlijk weer van zijn vader gekregen. Want echt waar? Het zit helemaal in de familie. Klopt, ja. Want in 1949, bij de allereerste Tulprally, toen reed mijn opa al mee. Joh. Ja, ook je hebt hier een foto liggen van klopt. De auto van je opa. Ja, dit was inderdaad de foto waar ze toen... Maar er zijn dingen bewaard, maar meer dan foto's? Ja, klopt. Ja, dit is een heel oud routeboek. Daar zitten routes in. Dat is het is toch wel wat anders dan we dat nu doen. Dat is heel erg met beschrijvingen. Nu lezen we gewoon natuurlijk echt de kaart. Maar het is echt wel heel erg leuk om dat te zien aan die story. Gaaf, ja. Maar kijk, en dat is het virus waar we het ook qua organisatie vaak over hebben. Daar doen we het voor. We staan ook bij deze rally nog open voor nieuwe deelnemers. Mm-hmm. Ik zei net, we zijn trots op een heel mooi deelnemersveld. Maar er is plek voor een aantal aanvullende equipes.
En we willen dat ook stimuleren, dus we bieden ook vanaf deze editie, we zijn dat aan het uitrollen, ook een cursus aan nieuwe deelnemers. En zoveel ervaring is er niet nodig om deel te nemen aan de Tulpen Rally. Dus voel je vrij om informatie in te winnen bij de Rally Office. Meld je aan, twijfel je, overleg en wij zullen je begeleiden. Ja, dus je hebt nodig een passie, veel zin, een leuke auto. Ja, dat wel. Die auto, zonder auto gaat het niks worden. Ja. Heel goed. Ja. Mooi. Dankjewel. De auto stond er al eerder dan dat Koen Bender hier aan tafel kwam. Koen, welkom. Ja, dank je. Altijd een MG. Hoezo? Ja, het is voor mij, ik ben in die klassieke autosport terechtgekomen door MG's. Er zit een hele hechte vriendengroep omheen. Degene die mijn auto onderhoudt is een hele goede vriend van me. En ik snap die auto, ik hoor wat die tegen me zegt. En ik kan hem aan de finish brengen. En dat is in dit spelletje best wel belangrijk. En je bent natuurlijk ook op een andere manier betrokken bij de Tulpen Rally. Ja, de Tulpen Rally. Mijn eerste Tulpen Rally was in 2009. Jouw laatste. Dus we hebben elkaar daar afgewisseld. Voor ons beide duurde die rally één dag. Ja. En voor mij was dat als navigator. Maar Peter van Hoofd, een goede vriend van me, die zei altijd... Koen, die Tulpen Rally, dat is wat voor jou. Dat moet je eigenlijk een keer gaan navigeren. Het was er steeds niet van gekomen. Wel Winter Trials en SLS en allerlei andere Hoornland. Al sinds de vorige eeuw. Dan voel je je pas echt oud als je dat zegt. Klinkt heel. Maar Tulpen Rally, ja. Eerste keer als navigator bij Peridon. Dat was een hele leuke eendagsrit. Want we braken een steekas aan het einde van de avond. En kom hij weer terug naar Feyenoord. En daarna, het jaar daarna, met Alexander Leurs als navigator. En ja, dat was ook wel bijzonder. Uiteindelijk hebben we hem allebei een keer gewonnen, als hij twee keer als rijder. Ja. Dus je hebt het virus zeer te pakken, zoals iedereen hier aan tafel. Maar je bent ook op een andere manier betrokken bij de Tulpen Rally. Ja, ik ben als sponsor betrokken en zo heb ik ook een plekje hier aan tafel. Daarmee? Ik heb een vermogensbeheerbedrijf, dus ik let op het geld van anderen, probeer dat te laten groeien. Dat heet Mercurius Vermogensbeheer. En daarnaast hebben we twee labels eronder, junior beleggen. Dat is, heb ik ooit opgezet in de gedachte van de oude zilvervloot. Hè. Je moet vroeg beginnen, het beste met een natte navelstreng. Want dan heb je de langste horizon en voor kleine bedragen, dat was de uitdaging. Dat hebben we 5 jaar geleden opgezet. Dat loopt eigenlijk heel goed. En een logisch vervolg daarop is dat we dit jaar pensioenpotje.nl in de wereld gebracht hebben. Goeie uur, hè? Die op alle... Ja, die was nog vrij. Ja, soms leuk. Moet je mazzel hebben in het leven. Ja, ja. Dus pensioenpotje, puur de verandering van de pensioenwet zelf opbouwen... voor jezelf als ondernemer, als ZZP'er, maar ook voor je personeel. Ja. Dus als extra aanvulling. En was gewonnen eigenlijk? 2013. Wanneer zei je? 2013, dus bijna 10 jaar geleden. Ja, precies. Ja. Ja, dat was nog even voor aanzetten. Toen deed Marcel het nog, ja. Dus voor jouw tijd. Dat is ook het schaalmodel, die heb ik toen laten bouwen. Als herinnering voor mezelf en voor Willem, er zijn er twee. In de outfit zoals hij... in dat jaar aan de finish kwam in Nice. En compleet met de kaarten er nog in. En de Twin Master die dat jaar brak. Start nummer 20 hadden we. En dit is de laatste stempelcontrole die Bas dat jaar miste. Maar gelukkig heeft Bas de vloek van 2013 dit jaar geneutraliseerd. Heel goed, heel goed. Dus, ik hoor jou zeggen outfit, dat brengt mij op een mooi bruggetje. Je voelt hem aankomen, hè? Ik voel hem wel helemaal aankomen. Ja. Hoe kan het ook anders? Maar waarom dan altijd die bijzondere outfit? Nou, het eerste jaar dat we meededen, toen zeiden we van, waar doen we het voor? Nou, sowieso vind ik het leuk zelf. Het is leuk om een goed doel te steunen ook. En met elkaar, ik doe het eigenlijk altijd met zakelijke, toen een tijd met mijn commercieel directeur, nu met mijn financieel directeur. En dan is het altijd leuk om ook als team zijnde samen te werken. Dus toen zei ja, dan willen we ook wel een beetje opvallen. Ze mogen ook wel weten wie iTalent is. Nou, we gaan door een andere auto te kiezen. Maar toen zei we gaan eigenlijk ook gewoon iedere dag hetzelfde outfit. Dan vergeten ze ons nooit meer. Nou, dat is een beetje traditie geworden. En nu kunnen we eigenlijk niet meer zonder. Dus we krijgen nu ook de vraag, als we in Nederland aan een eendags rally meedoen. Wat doe jij dan? Wat gaan we iets stoken van, gaan jullie weer de Tulpen Rally weer? Ja. Wat leuk, wat leuk. Ja. Want de Tulpen Rally is herinneringen maken, hè? Het is niet alleen zeker. Winnen, hè? Dat deed jij, wat heel knap is natuurlijk. Ja, het liefst te winnen, hoor. Dat is wel, jij hebt het ook? Ja, wel. Ja. Als je meedoet met iets, moet je... Ja, je moet er wel voor gaan. Het zit gewoon in je, of niet? Ja. Maar het is meer dan dat. Beschrijf eens, Danielle, dat virus. Hoe,
Ja, de eerste jaar dat wij meededen, toen was ik dus met een commercieel directeur, een dame ook samen, echt het damesteam. En toen zeiden we ook van, wij raceten samen op het circuit. En toen zeiden we van ja, maar dan ben je snel en dan spreek je elkaar eigenlijk niet. Laten we iets gaan doen wat wel met autosport te maken heeft, maar dat je dan wel als team zijn en kan samenwerken. Nou, toen kwamen we uiteindelijk op klassieke autorally's uit, bij de Tulprally. En geen idee wat we konden verwachten, helemaal niks. We waren niet voorbereid, de auto was niet voorbereid, echt helemaal niks. Mm-hmm. Dus wij stonden daar de eerste dag op het parkeerterrein en iedereen keek ons aan van, wat staan die dan te doen hier? Ja. Twee vrouwen en geen idee, in een V8, dat gaat nooit goed komen. 69 geworden, vergeet ik ook nooit meer. Maar wel veel van geleerd en toen zeiden we ook van, nou, het is gewoon, je wordt in een soort wedstrijd gezogen eigenlijk. Dus je wil wel winnen en ik word heel fanatiek. En dat is ook fijn als je navigator dat ook is trouwens, want als het niet zo is, dan wordt het een beetje een probleem. Mm-hmm. Je maakt gewoon zoveel met elkaar mee. En ik doe het nu al een aantal jaren met Barry samen en nog steeds. Ook wel succesvol, zeg maar. Ja, en ik zei tegen Barry ook de eerste keer, die zei tegen mij letterlijk de eerste keer. Hij zei, nou dan neem ik mijn laptop mee. Hij zei, dan kunnen we s'avonds nog wat werken. Ik zei, nou laat die laptop maar gewoon thuis. Hij zei, want daar heb je gewoon geen tijd voor. Nou, dat geloofde hij niet, maar na één jaar zei hij van, je zit gewoon in een spel hoor. Je zit gewoon in een andere wereld, in een soort bubbel zit je. Ja, het is gewoon fantastisch en alles wat je meemaakt. Een Mustang, V8 rijden, fantastische auto. MG is natuurlijk ook een prachtig ding. Maar als je nou mensen zou moeten adviseren die dit spelletje leuk vinden. Jonge mensen die zoiets hebben, dat wil ik ook. Dat is mooi. Wat zou nou een goede auto zijn? Nou ja, ik denk dat een goede auto is een auto waar er meerdere van meedoen. Zodat er onderdelen beschikbaar zijn. Wij rijden allebei met auto's die dat niet hebben, dat kenmerk. Maar ik denk zeker ook voor beginnende equipes niet al te duur is. Hè? Onderdelen makkelijk voorradig zijn. Wat ik zeg, die stevig is en moet tegen een stootje kunnen. De snelheid is wel belangrijk, maar niet cruciaal. Mm-hmm. Beetje wendbaar. Wendbaar vind ik wendbaar is heel dus belangrijk. Dus mij is helemaal niet zo. Ja. Maar ja, ik doe altijd alles anders. Dus wat dat betreft. Maar ik vind wendbaar, dat is wel echt het grootste nadeel van zo'n grote auto. Ja. Ja. Zeker. En die kleine wijnveldjes en zo, wat natuurlijk prachtig is. Maar daar moet ik gewoon drie keer steken. Ja, precies. Of ik moet aan mijn handrem trekken, dat kan ook. Ja. Ja. Hé, hey, het is een mooie rally. Het is competitie. Maar het is meer dan dat. Jij haalde het al even aan. De lunch, die ziet er veelbelovend uit. Hè, ja, klopt. Maar wat is het nog meer? Wat is de Tulprally nog meer voor jullie? Ja, het is ook kameraadschap. Ja. Je doet vriendschappen op. Ik heb dit jaar met Bas de Rijk de Rally of the Test samengereden. En dat soort vriendschappen die ontstaan echt in de Tulprally. Ja. Dus dat is een ding voor mij. En ja, je houdt er ook. Je moet natuurlijk een beetje gestoord zijn om het te doen. Maar dat wordt ook weer versterkt. Ik weet niet of jij dat hebt, maar ik kan nooit meer ergens een weggetje rijden zonder dat ik een oude wegsituatie zie. Of denk van, nou, dat zou een mooie plek zijn voor controle. Of ben ik hier al eens eerder geweest? Ja. En welk jaar was dat dan? Dat soort dingen komen er ook in naar voren. Ja. Los natuurlijk van de gezelligheid aan de bar. Gezellige avonden. Zeker. Ja, ook gezellige avonden. Ja, zeker. En wat jij zegt, de kameraadschap, dat is wel echt. En het is een soort, dat zegt Barry ook altijd, je wordt in een soort, als je vakantie gaat. Normaal op vakantie, dan lig je op het strand of wat dan ook en dan ben je altijd, ik ben altijd met mijn werk bezig en dat geldt voor hem dus eigenlijk ook. Hij zegt maar dit, je kan alles loslaten, je moet alles loslaten en dat gebeurt ook gewoon echt. Dus je bent echt een week lang gewoon, toch een soort van vrij. Marjon, de rally is het hart van het hele evenement. Ja. Maar er komt meer bij kijken, hè? Er zijn meer leuke dingen dan alleen maar het rijden. Ja, zeker. Ja, we doen dat natuurlijk met een team, met een organisatie, comité, zijn we natuurlijk het hele jaar al heel erg druk mee. Als wij die rally organiseren, dan heeft dat natuurlijk ook te maken met de locaties. Hè? Ja. We hebben een hele karavaan die van plek naar plek trekt. En daar moeten spullen opgebouwd worden, daar moet een rekenkamer komen staan. Onderweg moeten alle bordjes komen te staan. Dus al die vrijwilligers die we bereid hebben gevonden mee te werken, die zetten zich daar ook fulltime voor in. En die hebben ook allemaal datzelfde rallyvirus. Ja. Iedereen heeft dat spelletje geweldig. En of je organiseert of dat je zelf deelneemt, daar zit wel een verschil tussen. Mm-hmm. Als deelnemer heb je echt dat competitie-element. Ja, maar jij weet dat, je hebt vaak meegedaan en nu sta je aan de andere kant. Ja, klopt. Is het vergelijkbaar? Kijk je er altijd naar uit? Ik kijk er zeker altijd naar uit. Wel op dezelfde manier, want die rally, daar wil je gewoon bij zijn. Maar als organisator,
kijk je inderdaad naar heel veel andere zaken dan alleen maar het spelletje en de grappen en heb ik het goed gedaan of niet en hoe doen de anderen het. En wij, ja, wij zorgen er gewoon voor dat iedereen natuurlijk een superleuke ervaring heeft. Dus ja, wij moeten dat allemaal in oogschouw houden. Precies, mooi. Deze auto is achtergebleven. Jij hebt Koen gewoon weer weggestuurd. Ja. Maar je hebt alweer wat, hè? Ja, vertel. Nee, maar we moeten natuurlijk ook als organisatie nog wat dingen kwijt. Wij zijn hard bezig met een actuele rally, maar we kijken ook verder naar voren. Dus we hebben ook thema's waar we ons langjarig voor inzetten. Mm-hmm. Zoals? Nou, we hebben al uitgebreid gesproken over die tulprally-beleving. We hebben de afgelopen jaren geïmplementeerd iets kortere rallydagen. 6 hele rallydagen. Ik ga meteen inbreken. Dat vind je fijn ook, iets kortere rallydagen? Ja, dat vind ik sowieso. Nou, het is met name dat het korter is, dat het dichter op elkaar zit. Dus dat is wel fijn. Dan heb je veel meer, je hoeft niet lange stukken te overbruggen. Dat vind ik met name heel fijn. Ja, dat heeft overigens als consequentie dat we niet ontzettend ver van huis kunnen starten. Hè. Dat heeft Jan Berkhoff in de vorige video uitgelegd. Want als we verder dan waar we nu starten, dan krijg je toch verbindingsroutes. Ook voor de footprint niet goed? Nee, is voor de footprint. Dat is een van onze lange termijn activiteiten. We zijn in 2019 begonnen met het uitrekenen van onze footprint qua uitstoot. Daar brengen we weinig over naar buiten, omdat we data willen verzamelen. Ja. Maar we hebben natuurlijk wel gezien dat starten bijvoorbeeld in Frankfurt, ja, dat is geen rocket science. Dat heeft heel veel impact op onze footprint. Ja. En wij proberen ook op langere termijn daar wel aan te werken. We zijn vergevorderd met een nieuwe sponsor die ons van een duurzame brandstof wil gaan voorzien op termijn. Gaan we mee experimenteren komende editie. Was het vorig jaar ook niet al zo? Ja, vorig jaar deden één auto mee, maar dat was op initiatief van de deelnemer samen met Ecomax. Ja. Zou jij zoiets zien zitten? Zo'n brandstof voor jouw auto? Als dat gewoon werkt, dan vind ik het prima. Ja. Nou, er zijn zelfs rallies in Nederland waar nu geëist wordt door de gemeente dat er alleen maar gestart mag worden of alleen maar doorheen gegaan mag worden met een andere brandstof. Ja. Zoals in Den Haag was een start van een rally. En nou, toen zij 25% van de auto's op die biofuel lieten rijden, mochten ze daar starten. Ja. Heel goed, vind ik. Dus daar, dat is mooi, een beetje beweging, hè? Verandering naar een gezonde toekomst. Ja, en als we nog even terug naar die deelnemers. We hebben vorig jaar voor het eerst de veteransklasse geïntroduceerd. Is dat in jouw afdeling? Ja, ik bedoel, dat heeft niks met leeftijd. In zoverre wel met leeftijd te maken. We hebben wel wat vragen gehad van echt de oudere rallyrijders die zeggen, we vinden het superleuk om toch nog weer deel te nemen. Maar we komen... We komen niet meer helemaal mee met die snelle jonge jongens die in de top rijden. Maar we vinden het spelletje nog zo leuk. Ja. We willen heel graag erbij zijn. Kunnen we niet, wel ervoor in de vintage klasse, maar kunnen we dan niet in de vintage klasse deelnemen omdat wij dan vintage zijn? Dan was het, dan moeten we daar iets voor gaan organiseren. Een combinatie van vintage auto's en vintage personen vonden we wat apart. Mm-hmm. Toen hebben we gezegd, we maken daar de veteransklasse van. Ja. Dus met je vintage auto kun je daarin rijden. Maar ook als je zegt, ik ben een ervaren rallyrijder, maar ik wil het een tandje minder doen. Mm-hmm. Dan kun je een veterans. Eigenlijk wel leuk, hè? Dus voor de iets ouderen of whatever. Maar ook helemaal naar beneden, hè? Ja, maar het is niet leeftijdsgebonden, die veterans, hè? Maar het is wel zoals je in een veteranenhockeyteam gaat hockeyen. Dan heb je gehockeyd. Ja. Het is niet onze instapklasse, een soort youngtimerklasse waar je als broekie instapt. Laten we die het spelletje laten leren zoals het in de tourklasse verreden wordt. Je hebt een heel blaadje vol. En een van onze thema's is op de lange termijn ook verkeersveiligheid. En daar zijn we ongemerkt de afgelopen jaren al best heel druk mee geweest. Deelnemers voelen en merken daar denk ik niet zoveel van. Maar we proberen daar toch serieus werk van te maken. Mm-hmm. Snelheid in dorpen is de afgelopen jaren echt een thema geweest. Dat weet iedereen. En zo gaan we nog wel wat verder. Ja. Die duurzaamheid. En een ander thema is ons lustrum in 2024. Vertel. Daar kan ik niks over vertellen. Daar gaan we wel mee akkoord. Maar daar willen we toch nog wel weer iets heel bijzonders van maken. En daar zijn we toch ook al 2 jaar naar aan het kijken van. Waar moet ik dan aan denken? Wat, waar wil je dan starten? Wat is dan belangrijk om een lustrum te vieren? Waar wil je finishen? Het zijn allemaal thema's waar we het dan over hebben. Niet over eens. En daar zijn we het in het comité ook niet over eens. Dus nee. Dat horen we allemaal dan nog. Wordt druk aan gewerkt. Mooi. Voor nu
Nieuwe deelnemers kunnen zich nog aanmelden. Ja, een paar plekken. Er zijn een aantal plekken. Ja. De Tulpenrally, 7 tot en met 13 mei. Starten in Fiji, finish in Valkenburg. En ik denk dat het goed is dat we naar al onze deelnemers, al onze fans, dadelijk nog even toasten op wat komen gaat. Dat we dat doen. Hij is niet weg, Koen. Nee, Koen is zeker niet weg. Koen komt terug met de toasten zeggen. Met de champagne, die, heel goed. Die vond jij gewoon hier. Ja, die vond jij gewoon. Dit is niet de eerste keer, denk ik, dat dat hier gebeurt. Zie? Er zitten ook deuken in dit plafond. Ja, nou, allemaal deuken. Op, dank allemaal. 2023. 2023, fijne kerst.